Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam is altijd Dylan en vandaag ga ik naar Sven. Dus in deze vlog ga ik naar Sven. Ik heb me goed aangekleed, wit hemd, das, zwarte broek en natuurlijk een nieuwe zonnebril die ik dat gebied ga doen. Want it is something that I need to do in my video. Wij gaan veel video's opnemen. Er komt een taste-test die dat na deze vlog online komt, dus keep them focused. En ja, daar gaan zoveel video's opgenomen worden, dus gebied 3 video's. En ja, see you guys, gebied. En ja. En nu ben ik dus met de enige echte Sven Wilkens. En ja, ze weet, kei veel recorden. Ja. 3 video's minimum. Minimum. En ja, we zijn nu onderweg naar Carrefour voor stuff. Ja, voor dingen te proeven in de vorige video. Nee, eigenlijk in deze vorige video. Voor de taste-test die hiervoor deze vlog online gekomen is. En ja, voor zijn video. En, maar dan gaan we nu naar de Carrefour. We keep you up to date. En ik ben nu net terug thuis van een eerste dag afspreken met iemand. Er komen nog 2 dagen. Donderdag ga ik afspreken met Alaya. Alaya Flossie, jullie kennen haar. Ik heb er al over gesproken. Maar daar ga ik niet vloggen. En vrijdag ga ik... En een goeie morgen. Het is woensdag. En ja, ik ben onderweg naar mijn werk, het is 6 uur 's middags. En ja, ik ben onderweg naar mijn werk. En ik ben aangekomen op werk en vandaag is mijn bompa 7 jaar dood, dus vandaag ga ik te veel filmen. Ze hebben op mijn werk en gaan ze 1 minuut door de zon, dus ja. En vandaag ik ben op mijn werk. En nu heb ik dus gedaan mijn werk. Ik wacht eventjes op mijn opa, want ik moet om 2 uur bij de psychiater zijn. Gewoon voor voorschrift voor medicatie, een keer iets horen, een keer laten horen hoe dat met mij gaat. Dus ja, eigenlijk ben ik allemaal 10 minuten binnen. En dan is het on my way to Neerwinde en morgen. Eigenlijk is het nog ongeveer 24 uurtjes en ik zie Alaya. En ja, morgen zie ik Alaya. Maar ik ga die vloggen morgen in landen. Anders vlog ik ook niet in landen. En ja, morgen zie ik dus Alaya. En vandaag ga ik naar de psychiater. En momenteel ben ik dus aan Leuven station en yep. Leuk station, ze weet trein naar landen, al richting landen, 14:54. En nu is het dus donderdag en ja, het is donderdag, vandaag ga ik afspreken met Alaya en ja. En nu is het dus vrijdag in de ochtend, 6:36 en ja, ik ga dus ontbijten, maar ik heb jullie mening nodig. Laat die zeker in de reacties weten. Want ja, ik ben iets nice aan het eten. Wat is jullie mening over pizza in de ochtend? Ja, eigenlijk, wat is jullie mening over pizza in de ochtend? Ik vind dat wel lekker in de ochtend. Ik heb ooit eens een artikel gelezen dat dat evenveel eiwitten bevat als een komkorrelflakes. Maar het kan kloppen, het kan niet kloppen. Maar ook ik enjoy het in de ochtend. Het volgende stukje dat ik ga vloggen is dat ik bij het zwemmen ben of als ik gewoon eventjes onderweg ben. Waarschijnlijk dat ik onderweg ben. Ik
Zie de grijze biet. En ik zei, nu zit ik even buiten. En ja, ik ga straks vertrekken naar Tirlemont, of ja, Tiene, voor naar Sven te gaan. En ik heb daar juist een TikTok geplaatst. Dus ja, dan zie je, ik ga dan straks richting Tiene. 10:35 mijn bus, dus ik ga sowieso weer erin. Ga ik er sowieso weer in editen, in een filmpje maken op de bus van de rit. Zoals ik al een paar keer deze video heb gedaan. Dus ja. En nu sta ik dus aan de bus op te wachten. En ja, ik heb me omgekleed omdat ik wil een beetje deftig voorkomen. Om 9:35 heb ik de bus naar Tienen. En ik ben weer in Tienen te spotten. Dus als je me spot in Tienen, of als je me gespot hebt en ik heb gevlogd, komt zeker in de vlog. En ja, zo dadelijk een shotje dat ik op de bus zit richting Tienen. Tot zo dadelijk. Dus ik ben voor de tweede keer deze week bij Sven gespawnd. En ja, ik had dat al wel op Instagram gezien. Dat ik on my way was. Ik zat toen in Ezenmaden. Plannen zijn een beetje gewijzigd. Maar ja, plannen komen nog wel goed. But I'm tired. Same. After a long week of meeting with friends. Nu ongeveer komen we aan bij Sven thuis. Yes. En yes. In de neighborhood. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is 8:07. En ik ben al een uurtje wakker. En nu ben ik de video van gisteren aan het bekijken. Die dat Sven geëdit heeft voor mij. Ik had normaal gezien gisteren vlog 50 gepland. Maar dat is voor volgende week vrijdag. Allee, voor volgende vrijdag. Dus deze moest er eigenlijk doorkomen. En ik heb in die video over deze vlog gepraat. Ja. Dus ik ga ze bied naar buiten en ja. En nu ben ik weer in een ander t-shirt. Waarom? Ik ga zo dadelijk. Allee, om 1:40 heb ik mijn trein naar Leuven. Want ik ga naar mijn oma terug. Want morgen is dit hier met mijn Peter op de camping in Mol. Wat is er meer? En ik ga niet filmen daar, dus vandaag is eigenlijk de laatste dag dat ik film, want tijdens de namiddag ga ik editen. Ja, het zijn de laatste momenten van de vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Mijn naam is Altijd Dylan. En tot de volgende keer ben ik je boy, Altijd Dylan. Joejoe!